Hier staan we in het gebied, mooi open agrarisch, wat zo meteen helemaal verziekt wordt door een monsterlijk groot transformatorstation. Gebouwen met een woud van ijzer. Een nachtmerrie voor veel bewoners. Absoluut een nachtmerrie voor de bewoners. En zo gaat het transformatorstation eruit zien. Maar liefst 8 voetbalvelden groot. Het station is nodig om de inwoners in het gebied van stroom te voorzien. Maar bewoners willen het niet in hun achtertuin. En dan gaat het niet alleen om het uitzicht. De waarde gaat omlaag, ja. Zeker weten. En niet alleen van je land, maar ook je huis en alles. Wie gaat er nou dicht bij een trafostation wonen als je ooit gaat verhuizen? Nee. Ik niet. En ook de gezondheid speelt een rol. Zo woont de familie De Vos slechts 90 meter van het geplande station. Ja, zeker weten. Je weet niet wat straling doet. En er zijn toch kleintjes die hier ook rond spelen. En we willen gewoon zeker weten dat het niks uitmaakt. En dat het gewoon 100% veilig is voor de kleine jongens. 850 bezwaren zijn er binnengekomen bij het actiecomité. En die worden morgen aan de gemeente Hollands Kroon aangeboden. Maar of het zin heeft? Het is een knappe hoeveelheid en het laat zien hoe het leeft en hoe doodziek mensen van deze locatie zijn en van deze plannen. Ik denk dat het zo weer van tafel wordt geveegd. We hebben de eerste keer ook al een zienswijze ingediend en er werd ook niks mee gedaan. Dus weinig hoop? Heel weinig hoop. Verhuizen? Nou, waar moet je dan heen? Je hebt je bedrijf hier. Dus dat is best moeilijk.